mijn naam is dus Ellen van Buren, hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling. Ik neem u in een kort betoog, ik zal het niet al te lang houden, mee eigenlijk naar wat is nou die AI en de betekenis daarvan voor logistiek en stedelijke ontwikkeling. Over AI, daar wordt heel veel over gepraat en verwacht en gedroomd eigenlijk vooral. Soms ook doembeelden die daarbij opdoemen. En ik wil eigenlijk in mijn betoog kort toegaan van eigenlijk van ook de noodzaak tot waardegedreven ontwerpen. En dat zat eigenlijk ook wel heel erg ingebakken in de voorgaande verhalen, al die we hebben gehoord. En ik zal u aan de hand van een aantal voorbeelden daar mee doorheen nemen. Dit is een ontzettend mooi dingetje wat we in Delft hebben ontworpen. In Delft zijn we natuurlijk van de dingetjes. Ik weet niet, kent iemand deze? Het is de Delphi van collega Guido de Kroon. En het is geïnspireerd eigenlijk op de libellen. Of de bij heeft hij ook eigenlijk als voorbeeld genomen. Dus echt gekeken naar hoe werken nou die beestjes in de natuur. En wat kunnen we daarvan nabootsen eigenlijk. En kunnen we ook zelfs wel meer leren over hoe de natuur werkt. Door het eigenlijk te simuleren in de technologie. Dit is een... dat is een hele kleine soort vliegende robot, drone, die eigenlijk nog op zoek is naar toepassingen. Een van de meest logische toepassingen en ook een van de financierders van het onderzoek zit natuurlijk in de bezorgdiensten, de DHL's. En dan weet ik niet precies of dat de goede sponsor is, maar dat soort bezorgdiensten, die vinden dit soort ontwikkelingen ontzettend interessant. Maar gaandeweg komen er eigenlijk veel meer toepassingen aan het licht. En een van de hele interessante toepassingen waar hij nu mee bezig is, is om te kijken van hoe zou je het nou in de tuinbouw in kunnen zetten, in de kassen. Zou het ook echt, als het nu toch al zo'n bijtje functioneert, zou hem dan misschien ook echt die functie van de bij kunnen geven? Dat hij echt die bevruchting ook doet van die gewassen. Wat natuurlijk heel handig is als zo'n apparaatje ook zelf zijn weg kan vinden. En daar speelt AI dan een hele belangrijke rol. Hij kan daar zelf heel mooi over vertellen. Er is ook een hele mooie Klokhuisaflevering over. Dus ik zou u aanraden om die ook vooral te kijken. Een van de frappante dingen, ik had een gesprek met hem. En toen vroeg ik ook van, ja, wat is nu eigenlijk echt die innovatie? En als je nou denkt bijvoorbeeld aan die Sustainable Development Goals. Ja, wat zouden we hier dan ook nog van kunnen leren? En toen moest hij even denken. En toen zei hij, nou, misschien wel een van de meest handige bijkomstigheden is dat we heel erg hard aan het werk zijn van hoe kunnen we nou dit apparaatje zo energie-efficiënt mogelijk laten vliegen. Want we willen eigenlijk dat hij al zijn energie gebruikt om te vliegen en die functionaliteiten uit te laten voeren die hij moet uitvoeren. Maar dat eigenlijk op zo min mogelijk energie, want dan kan die zo lang mogelijk in de lucht blijven. Nou, en dat heeft dus deels te maken met de weg vinden en hoe bouw je dan die beelden in de digitale omgeving op. En deels heeft dat ook te maken met het manier van voortbewegen en hoeveel energie dat verbruikt. Nou, vind ik een heel mooi voorbeeld voor, heel inspirerend. Ik althans, vind ik dat. Ik hoop dat u dat ook vindt. Over wat AI ons kan brengen. En ook hoe die generieke zoektocht eigenlijk die we met z'n allen aangaan. En we zijn met z'n allen overtuigd van ja, het moet versnellen. Maar wat kan het ons allemaal brengen? En ik denk dat dat eigenlijk hè, in de logistieke sector. Daar liggen de voorbeelden of de winsten die we daar kunnen behalen, die zijn evident. Maar er zijn nog heel veel andere toepassingen ook die we gaandeweg gewoon zullen ontdekken. Dit is een ander mooi voorbeeld van hoe we het kunnen dromen. Ik denk dat u het allemaal gezien heeft, de beelden in Shanghai het nieuwe jaar. Dit is een ander droombeeld, wat vaak in de stedelijke ontwerpen. Dan krijg je eigenlijk allemaal van die futuristische beelden. Als je het dan ook hebt over transport en logistiek. Hoe dat allemaal een stuk efficiënter, milieuvriendelijker, vormen van collectief openbaar vervoer. Tegelijkertijd, wat ik altijd heel frappant vind in deze plaatjes, dat er geen mensen in te bekennen zijn. Dus op een of andere manier zijn alle congestieproblemen en problemen van veel mensen op een kleine
plek op aarde, die zijn altijd weggepoetst. Maar dit zijn wel de manieren van dromen die iets laten zien van ook de verwachtingen die we ervan hebben. Maar tegelijkertijd zijn er ook doembeelden verbonden eigenlijk aan wat AI ons zou kunnen brengen. En tezamen met alle technologische ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. Dit is de laatste Spider-Man film. Ik weet niet of u hem gezien heeft, maar daar is ook die drone-technologie wordt daar ingezet om eigenlijk onheil over de wereld te brengen. En er is dan natuurlijk de grote boze slechterik die drones inzet om Spider-Man en de hele wereld om zeep te helpen. Dat is helaas niet alleen in filmscenario's het geval, maar ook in het echte leven is dat natuurlijk is dat altijd een vraag van de technologieën, als die worden ontwikkeld, dan hebben die hele positieve mogelijkheden. Maar er zijn ook altijd manieren waarop je die technologieën anders kunt gebruiken. Ik denk dat we er wel met z'n allen heel erg aan moeten werken om toch die positieve kanten van de mogelijkheden die technologie ons kan bieden, dat we die gaan benutten. En daar is dus ook heel erg een verhaal van naar wat voor waarde willen we nu eigenlijk meegeven in de ontwikkeling van die technologieën. En hoe kunnen we die waarde inbrengen in dat ontwerp? Nou, en dan kansen die er zijn. Nou, allereerst natuurlijk de enorme congestie. Die zeker voor transport en logistiek natuurlijk een hoofdpijn dossier is, maar ook voor de leefbaarheid van steden en stedelijke regio's, die toch een belangrijke omgeving vormen voor ons economisch innovatiepotentieel. Daar kan AI ook in combinatie met digitalisering en autonoom vervoermogelijkheden, kan daar een enorm goede kans voor bieden om dit op een goede manier toegankelijk te maken. En net zagen we al een aantal voorbeelden dat ook de provincie Brabant daarvoor uitstekend is uitgerust om daar in de volgende stap te zetten. Een andere toepassing is de ouder wordende samenleving. Dit is eigenlijk nog een voorbeeld van hele domme technologieën die het heel veel mensen op leeftijd toch al een stuk makkelijker maken om nog mobiel te kunnen zijn. AI is ook voor het ondersteunen van mensen in het langer thuis kunnen blijven wonen, in de gezondheidszorg, waarbij mensen niet langer afhankelijk zijn van puur de fysieke plek van de zorgverlening. Daar zijn enorm veel mogelijkheden voor. En volgens mij is provincie Brabant daarop ook heel goed uitgerust. Nou, dit zijn nog een paar voorbeelden van technologieën, ook met behulp van AI, die ons leven een stuk kunnen verbeteren en vergemakkelijken. En denk alleen even aan de zelfrijdende auto's natuurlijk. Dit is in het midden. Onder is een mooi voorbeeld van een studentenproject. Wat een de helikopterdrone of de eerste hulpdrone is, wat mensen dus heel snel eerste hulp verleend kunnen worden ter plekke. En daarnaast wat bekendere voorbeelden nog. Dit gaat dus allemaal ook eigenlijk over slimme en geïntegreerde systemen. En die systemen, door ze aan elkaar te koppelen, kunnen we veel makkelijker en efficiënter eigenlijk gebruik maken van mogelijkheden die we hebben, van capaciteiten die we hebben, afstemmen van vraag en aanbod in real time op basis van echte behoeften. Hebben we net ook al een aantal voorbeelden over gehoord. En dit is eigenlijk de toekomst waar we naartoe gaan. Alleen het leggen van die verbindingen, dat zijn natuurlijk wel dure grappen. En dat zijn echt systeemveranderingen die nodig zijn. En het woord systeem hebben we al een aantal keer gehoord ook. En het verknopen van systemen, dat is eigenlijk nog niet zo heel eenvoudig. En dat zit niet alleen technologisch, dat een opgave is. Maar dan kom je ook op die zachte kanten eigenlijk. Dat je elkaar ook moet leren kennen, elkaar leren vertrouwen, leren waarderen en met elkaar afspraken ook moet kunnen maken over hoe gaan we hier nou ook ons geld mee verdienen. En dan zie je toch vaak dat vanuit verschillende sectoren daar andere tradities, praktijken, ander taalgebruik is, maar ook andere verwachtingen. Dus ook dat elkaar
leren kennen. Dat is een hele belangrijke factor in het tot stand brengen van dit soort systemen. Ook bij die gekoppelde geïntegreerde systemen is het dan heel erg de vraag van ja, welke waarde geven we dan mee aan zo'n systeem? En is dat puur gericht op het vergroten van de efficiëntie van zo'n systeem? Of willen we daar ook het systeem mee optimaliseren? Of zijn er ook nog andere waarden die we daaraan mee willen geven? Is het alleen maar meer en beter van hetzelfde? Of willen we daar ook nog bijvoorbeeld de verduurzaming van de samenleving, hè, waar we echt met z'n allen heel hard aan moeten werken, willen we daar ook de toegankelijkheid van bepaalde services voor mensen die misschien een kleinere beurs hebben of die op een slechter bereikbare plek zitten, willen we dat daar ook mee vergroten? Nou, al dat soort waarden is dus de vraag van wie denkt daar nou over na en wie geeft dat mee aan die systemen? Laten we dat over aan de bedrijven die de slimme jongens en meisjes zeg maar wegkopen en daarmee aan het werk zetten? Of spelen we daar ook als partijen in de samenleving een rol in? Nou, en ik wil u even meenemen in een voorbeeld. Heel simpel voorbeeld, wat laat zien eigenlijk hoe die waarden ongemerkt worden meegegeven door bepaalde partijen. En waarmee we eigenlijk dagelijks van doen hebben, zonder dat we daar al te veel erg in hebben. Ik was voor een andere presentatie die ik ergens moest houden, was ik op zoek naar het beeld van een afbeelding van een burger. Nou, zoals iedereen, u en ik. Maar ik dacht, nou, wat doe ik? Ik zoek gewoon op het zoekwoord burger. Wat denkt u dat ik kreeg? Precies. En de eerste persoon die daarop verscheen was Jamie Oliver. Nou, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk, had ik kunnen weten. En daar zie je ook weer met machine learning bijvoorbeeld, hè, met semantiek, hoe dat te begrijpen, dan kom je ook op dit soort spraakverwarringen uit. Nou, het volgende wat ik dus intoetste, ik dacht, ik ben niet voor één gat gevangen. Citizen, dat heeft niet zo'n dubbele betekenis. Wat denkt u dat ik kreeg? Horloges. Precies, horloges. Geen enkele burger te bekennen. Toen dacht ik, ja, wat voor woord kan ik dan intypen? Mens. Nee, niet Harry. Menswear kreeg ik. Dus dit zijn, ja, en de slimste mens kwam nog langs. Maar dit zijn dus gewoon hele eenvoudige voorbeelden van wat laat zien van wat zit er nou eigenlijk in die algoritmes die we allen gebruiken dagelijks en die ons allen van informatie voorzien en toch wel onze kennisontwikkeling heel indirect sturen of onze beelden, hoe we denken over dingen. En dat is toch eigenlijk wel een hele slinkse manier van beïnvloeding. Hoewel dat bij die zoekmachines van Google zit daar geen andere bedoeling achter dan natuurlijk gewoon de bedrijven sponsoren die dit soort dingen verkopen. Maar dat laat dus wel zien dat artificial intelligence, dat gaat dus wel over meer dan logistieke optimalisatie. Het gaat meer dan het gewoon beter en efficiënter maken van het huidige systeem. Het gaat er ook over van, nou, wie bepaalt nou eigenlijk wat we dan willen verbeteren, hoe we dat willen doen, op basis waarvan bepalen we dat, welke waarden willen we daar eigenlijk aan meegeven en hoe bepalen we dat, welke waarden we daar aan meegeven, wiens waarden zijn dat. En dat heeft eigenlijk ook te maken, en dat is een wat theoretischer begrip, maar dat heeft te maken met dat hele systeem van het vormgeven van die algoritmes en de intelligentie die we kunstmatig creëren, dat vindt nu eigenlijk plaats in een institutionele leegte. Er is eigenlijk nog geen institutioneel kader van wet en regelgeving, normen, waarden, gebruiken, waarbinnen we dat soort kunstmatige intelligentie ontwikkelen en toepassen. En dat is ook iets, hè, en de technologie biedt ons al de kans om het wel te doen, maar dus gaandeweg moeten we eigenlijk ook het regelsysteem, wat dat in goede banen kan leiden, moeten we met elkaar vormgeven. En ik denk dat ook voor ons allen een opdracht is waaraan we moeten werken. De laatste slide, want als we dat niet doen,
met z'n allen werken aan die waarden die we mee willen geven aan die ontwikkelingen. Ja, dan krijgen we eigenlijk dit soort leuke fratsen. Wat denk ik een hoop geld kost en energie kost. Elon Musk die zijn Tesla de ruimte in heeft gelanceerd. Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk en dat kunnen we dus al. Maar wat wel ingewikkeld is, is hoe kunnen we nou juist die AI, die kunstmatige intelligentie, op zo'n manier gaan benutten en toepassen dat we dat ook... Dat ook helpt om een betere samenleving te creëren, waarin we ook de meerwaarde voor ons allen tot uiting kunnen brengen. Nou, en ik denk dat dat een hele mooie boodschap is die ik u mag meegeven. En waar we het verder ook nog over gaan hebben vandaag. Dank u.